Afgelopen week was daar dan de lek vanuit de Xbox Store. Er kwam een nieuwe Star Wars game aan. En gisteren dropte EA de allereerste teaser trailer van Star Wars Squadrons. En het was vet. <middels> Is close. Maar wat is Star Wars Squadrons precies? Als we een blik werpen op de website, dan zien we de volgende beschrijving: Star Wars Squadrons is een first-person multiplayer space. Combat Game. Het wordt gemaakt door IA's Motive Montreal en uh, wanneer je naar die studio kijkt, dan weet je dat ze hebben gewerkt aan de Starfighter Assault mode in Star Wars Battlefront 2. Overigens een hele vette mode. En hebben ze gewerkt aan ons... geliefde Anthem. IA lijkt sinds de gigantische PR-blunders een goede weg te hebben ingezet, want de game zal 1 geen pay-to-win mechanics bevatten, 2 geen loopboxes bevatten en 3 alle customization die hier in de game zit: uh, dat is je cockpit, dat is je fighters, uh, fighter pilot's outfit, dat is je, je starship, die zijn volledig via gameplay te verdienen. En alleen via gameplay te verdienen. Geen microtransactions van die trant dus. En een van de allervetste features die met deze game komt is. Cross-platform support. Het begint toch wel een trend te worden. En het begint eigenlijk wel bij alle uitgevers door te sijpelen. En EA heeft hier al een goede stap in gezet. Hun laatste game, Need for Speed Heat, die heeft al cross-platform support. En nu komt dit ook na Star Wars Squadrons. PC-eigenaren, PlayStation 4-eigenaren en Xbox-eigenaren zullen dus gewoon in één lobby tegen elkaar op kunnen nemen. En dat is fucking bruut. Maar naar mijn mening is toch de allervetste feature van Star Wars Squadrons dat de game in virtual reality speelbaar zal zijn. Zowel PS4 eigenaren met de PSVR als PC eigenaren met bijvoorbeeld een Oculus Rift of een HTC Vive zullen de game in VR kunnen spelen. En als we de geruchten mogen geloven, dan zal deze game volledig in VR te spelen zijn. Het is dus niet een veredelde tech demo, het is niet een enkele missie of wat dan ook. Nee, de volledige game zal in VR te spelen kunnen zijn. En dat is echt ongelooflijk bruut. Want ik heb ooit de X-Wing VR Mission gespeeld. Ik weet niet of je die kent of je die ooit hebt gezien. Maar bij Star Wars Battlefront 1, voor alleen de PlayStation 4... zat er destijds een uh, exclusieve VR Mission bij. Dat was de X-Wing VR Mission. Uh, ik heb het wel eens gestreamd, dus je kan het wel eens gezien hebben op mijn kanaal. Maar dat is nog steeds tot op vandaag de dag, naast Half-Life Alex een van de allervetste virtual reality ervaringen die ik ooit heb mogen meemaken. En ondanks dat de game een multiplayer focus heeft, vooral 5 vs 5, zal de game ook een single-player mode bevatten. Uh, deze zal zich direct afspelen na de gebeurtenissen van Return of the Jedi en het opblazen van de Tweede Death Star. En uh, spelers zullen zowel in de voetsporen treden van Imperial Fighter Pilots als aan de kant van de rebellen staan. En hoe dat precies in elkaar gaat steken is nog niet helemaal duidelijk. Misschien doen ze een Star Wars Battlefront 2. Dat houdt in dat je begint bij de Empire en dat je daarna defect naar de Rebellen. Het zou logisch kunnen zijn binnen het verhaal uh, van Star Wars natuurlijk, want de Empire ligt in shambles. En dus valt er wel wat voor te zeggen om uh, de overstap te maken. Maar hoe dat precies in elkaar gaat steken, dat gaan we misschien bij release pas zien. Of aanstaande donderdag bij EA Play. De grote vraag is alleen, waar gaat Star Wars Squadrons nu op lijken? Want we hebben natuurlijk wel wat voorbeelden uit het verleden. 1. Het meest recente Star Wars Starfighter Assault i Battlefront 2. Uh, dat is ook gemaakt door IA Modus, zoals ik dus al eerder zei. En het zou best wel kunnen zijn dat ze een soort van standalone versie van die game uh, in Star Wars Squadron uh, hebben gezien. Wat ook zou kunnen. Is natuurlijk meer kijken naar Star Wars Rogue Squadron, de wat meer arcade serie die ooit uitkwam op Nintendo-platformen, uh, de Nintendo 64 en PC, deel 1 en deel 2 en 3, uh, Rogue Leader en uh, Rebel Strike, kwam exclusief voor de GameCube. Uh, dat is een wat meer arcade approach, maar nog steeds wel heel erg vet. Die heb ik ook wel eens vaker gestreamd en uh, zelfs tijdens de Star Wars Marathon-stream volledig in één ruk uitgespeeld, maar. En daar hoop, ik toch, daar hoop ik toch eigenlijk wel het meest op. Is dat de game vooral gaat lijken op de klassieke Space Sim X Wing vs Tie Fighter series uit de jaren 90. Um, het is vooral wishful thinking. Want die games zijn toch wel echt voor een niche bedoeld. Het was wel echt een keiharde Space Sim. Niet voor iedereen weggelegd. Ik denk dat die barrière ook uh, voor een hedendaagse Star Wars game gewoon te hoog ligt, wat dat betreft. Het is niet bepaald mainstream. Maar gelukkig zijn er wel enige geruchten die daarop wijzen. Zo is de game natuurlijk volledig. In first person te spelen en exclusief in first person te spelen. Wat natuurlijk moet bijdragen aan het realisme. Maar uh, moet je ook aan energy management gaan doen binnen je cockpit. Zo kan je bijvoorbeeld uh, alle energie van je X-Wing naar al je lasers stoppen. Naar uh, je shield stoppen bijvoorbeeld. Naar je engine snelheid stoppen. Shields voor, shields achter. Daar valt enorm veel in te variëren. En dat was dan ook een heel tof aspect uit die X-Wing versus TIE Fighter series. En het maakt dus een return in deze game. Dus ik heb toch de stille hoop dat deze game toch iets meer de Sim kant op gaat uh, vergeleken met Star Wars Battlefront 2 en natuurlijk de Rogue Squadron serie. En dit klinkt natuurlijk allemaal heel erg mooi, maar er is ook iets wat mij zorgen baart. En um, ik zal dat uh, ja, heel kort uitleggen, maar dat heeft vooral met de prijs te maken. De game zal bij launch 40 euro zijn. Dat is niet een full price game. En dat doet mij er toch een beetje aan denken dat deze game niet heel diepgaand zal zijn of niet heel erg groot zal zijn. Zeker niet wanneer je al deze features naast elkaar legt. Het moet en een multiplayer game zijn, en een singleplayer game zijn, en er moet VR-support zijn. Ik kan dat niet echt rijmen met deze prijs, tenzij de content dus gewoon niet zo heel erg uitgebreid en lang speelbaar is. Um, ik hoop natuurlijk dat dit niet het geval is. Maar toch wel iets waar je rekening mee moet houden. Zeker wanneer je die prijs in de gaten houdt van 40 euro. Voor een echte gameplay review moeten we nog heel even geduld hebben. Want EA gaat uh, deze game pas uit de doeken doen op EA Play. Dat vindt plaats op 18 juni. Wij zullen die uh, livestream uh, volgen op GameKings. En ook live verslag daarvan doen. Voorbeschouwing, nabeschouwing. Je weet waar je ons kan vinden. twitch.tv slash gamekings. En um, dan moeten we nog even wachten. Tot 2 oktober. Want 2 oktober gaat hij in de winkel liggen voor zowel Xbox, PC als PlayStation 4. Um, ik zal er vanaf dag 1 bij zijn. Ik ben ontzettend hype voor deze game. Laat vooral hieronder, hieronder in de comments weten wat jij van deze game vindt. Uh, of dit voor jou een reden is om een VR-headset uh, aan te schaffen. Of dat je deze game gewoon liever normaal in 2D speelt op je console of op je PC. Laat het hieronder weten in de comments. Dankjewel jongens. Later. <tied> Five pilots. One squadron. The galaxy's finest.